Maar meer nog verlangen we de God die vandaag nog steeds leeft. En de Heer Jezus die toen Luther leefde, aan de rechterhand van de Vader zat. En een heerlijk werk deed. Diezelfde Heer Jezus dienen wij ook vandaag. En ik hoop dat je daar van harte amen op zegt. En dat je met dat verlangen gekomen bent. Niet alleen de historie te bestuderen. Maar om vanavond zelf persoonlijk. Wij als broeders en zusters. Een ontmoeting met de Heer Jezus te hebben. Om verfrist en verzadigd weer verder te gaan in deze donkere tijd. Waarin God nog steeds een nieuw begin kan maken. Want dat was het thema. Een nieuw begin in een donkere tijd. Wat gaan we vanavond doen? Ik wil uiteraard iets vanuit het woord delen. En proberen om toepassingen te maken voor nu. Voor mij persoonlijk, voor u, voor jou persoonlijk. En ik vind het heel fijn dat u er bent, dat jij er bent. En dat we met elkaar het woord van God open kunnen doen. Want dat is precies hetzelfde als toen, 500 jaar geleden. We gaan naar het Oude Testament. Ik hoop echt dat je een Bijbel mee hebt. Anders liggen we hier genoeg in de bank, denk ik. We gaan naar het Oude Testament. 2 Kronieken 29. Want wat is reformatie? Terwijl jij het opzoekt, zeg ik er vast wat over. Wat is reformatie? Dat is niet dat God kerkgebouwen opricht. Het is ook niet allereerst dat God nieuwe doctrines vanuit het woord op laat komen. Ook niet. Maar wat er in reformatie of opwekking, ik zal dat woord vanavond ook heel wat keer gebruiken. Wat er in opwekkingstijden gebeurt, is dat God mensen aanraakt. Mensen. En dat was 500 jaar geleden Luther en andere broeders en zusters. Maar God heeft dat eerder ook al gedaan. En we gaan vanavond naar een geschiedenis uit het Oude Testament, waarin we een oud-testamentische reformator tegenkomen. En dat is koning Hiskia. Een jonge man, daar zeg ik zo meer over. En hij werd door God gebruikt op een machtige manier om iets nieuws tot stand te brengen. God bracht door Hiskia iets nieuws tot stand. En mijn gebed is vanavond, en ik hoop ook echt dat dat jouw gebed is, want er is nooit opwekking zonder gebed. Dat is er nooit. We kunnen vanavond een gezellige avond met elkaar hebben, een goede avond met elkaar hebben, maar als het niet ons op de knieën brengt en onze handen gezamenlijk doen vouwen, zeg Heere God, doe het opnieuw. Dan zal het niet tot stand komen, want God wil erom gebeden zijn. We gaan eerst het gedeelte lezen, 2 Korinther 29. Ik ga dat niet helemaal lezen, het is een lang hoofdstuk. Maar ik wil er wel een aantal versen uit lezen. En dan wil ik proberen om 5 punten... We kijken wel hoe ver we komen. Als het te laat wordt, dan stoppen we bij 3. Maar 5 punten eruit te halen die voor ons ook van belang zijn. 2 Kronieken 29. Hiskia werd koning. 25 jaar oud. En hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abia, de dochter van Zacharia. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, overeenkomstig alles wat zijn vader David had gedaan. Hij was het die in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis van de Heere opende en ze herstelde. Hij liet de priesters en de levieten komen en verzamelde hen op het Oostplein. Hij zei tegen hen, luister naar mij, levieten, heilig nu uzelf en heilig het huis van de Heere, de God van uw vaderen. En breng de onreinheid buiten het heiligdom. Want onze vaderen zijn ontrouw geweest. En ze hebben gedaan wat slecht was in de ogen van de Heere, onze God. En ze hebben hem verlaten. Ze hebben hun ogen van de tabernakel van de Heere afgewend. En ze hebben hem de rug toegekeerd. Ook hebben zij de deuren van de voorhal gesloten, de lampen gedoofd en het reukwerk niet in rook laten opgaan. En het brandoffer hebben ze in het heiligdom aan de God van Israël niet gebracht. Daarom rustte de grote toorn van de Heere op Juda en Jeruzalem. Hij heeft hen overgegeven tot een schrikbeeld, tot verwoesting en tot een aanfluiting. Zoals u met uw eigen ogen ziet. Zie, daarom zijn onze vaderen door het zwaard gevallen. En daarom zijn onze zonen, onze dochters en onze vrouwen in gevangenschap geweest. Maar nu is het in mijn hart een verbond te sluiten met de Heere, de God van Israël, zodat zijn brandende toorn zich van ons afkeert. Mijn zonen, wees nu niet nalatig.
Want de Heere heeft u uitgekozen om voor zijn aangezicht te staan, om hem te dienen, om voor hem dienaars te zijn, mannen die reukoffers brengen. Toen stonden de levieten op. En dan komt er een lijst met namen van die levieten. En dan gaan we verder in vers 16. De priesters gingen het huis van de Heere binnen om dat te reinigen. En zij brachten al de onreinheid die zij in de tempel van de Heere vonden naar buiten in de voorhof van het huis van de Heere. De levieten namen het aan om het naar buiten te brengen in de beek Kidron. En ze begonnen met het heiligen op de eerste dag van de eerste maand. Op de achtste dag van de maand kwamen ze in de voorhal van de Heere. Ze heiligden op het huis van de Heere in 8 dagen en op de 16e dag van de eerste maand waren ze klaar. Daarna kwamen ze bij koning Hizkia binnen en ze zeiden: wij hebben heel het huis van de Heere gereinigd. Het brandofferaltaar met al de bijbehorende voorwerpen en de tafel van het uitgestalde brood met al de bijbehorende voorwerpen. En alle voorwerpen die koning Achas tijdens zijn koningschap door zijn ontrouw ontwijd had, hebben wij gereed gemaakt en geheiligd. En zie, ze zijn voor het altaar van de Heere. Toen stond koning Hizkia vroeg op, verzamelde de leiders van de stad en hij ging naar het huis van de Heere. Ze brachten 7 jonge stieren, 7 rammen, 7 lammeren en 7 geitenbokken als zondoffer voor het koninkrijk, voor het heiligdom en voor Juda. En hij zei tegen de nakomelingen van Aaron, de priesters, dat ze die op het altaar van de Heere moesten offeren. Zo slachten zij de runderen. En de priesters vingen het bloed op en sprenkelden op het altaar. Ze slachten ook de rammen en sprenkelden het bloed op het altaar. Ook slachten zij de lammeren en sprenkelden het bloed op het altaar. Daarna lieten ze de bokken voor het zondoffer naar voren komen, voor de ogen van de koning en de gemeente. En ze legden hun handen daarop. En de priesters slachten ze en offerden het bloed ervan als zondoffer op het altaar om verzoening te doen voor heel Israël. Want de koning had dat brandoffer en dat zondoffer voor heel Israël bevolen. Ook stelde hij levieten in het huis van de Heere op met cymbalen, met luiten, met harpen, volgens het gebod van David en van Gad. Vers 27. En Hizkia beval dat men het brandoffer op het altaar moest offeren. Juist op de tijd dat het brandoffer begon, begon ook het lied voor de Heere, met de trompetten onder begeleiding van de instrumenten van David, de koning van Israël. Heel de gemeente boog zich neer toen men het lied zong en op de trompetten blies. Dit alles vond plaats tot het brandoffer beëindigd werd. En toen men klaar was met offeren, knielden de koning en allen die zich bij hem bevonden en bogen zich neer. Daarna zei de koning en de leiders tegen de levieten dat zij de Heere prijzen moesten met de woorden van David en van Asaf, de ziener. En zij prezen hem met blijdschap en knielden en bogen zich neer. Hizkia nam daarop het woord en hij zei: nu bent u aan de Heere gewijd. Kom naar voren en breng slachtoffers en lofoffers naar het huis van de Heere. Toen bracht de gemeente slachtoffers en lofoffers. En ieder die gewillig van hart was, bracht brandoffers. En dan de laatste 2 versen van het hoofdstuk, 35, tweede gedeelte. Zo werd de dienst van het huis van de Heere hersteld. Hizkia dan en heel het volk verblijden zich over wat God voor het volk tot stand gebracht had. Want dit was onverwachts gebeurd. Wie was Hizkia? De zoon van koning? Wie weet het? De zoon van koning? Ja, even terugbladeren, hè? Dat is even terugbladeren. Achas. De zoon van koning Achas. Nou, we gaan niet 2 Kronieken 28 lezen, maar als je dat verhaal zou lezen, dan zie je dat Achas een van de meest goddeloze koningen van Juda was. Die zijn eigen zonen door het vuur liet gaan en de tempel van Salomo leeg roof en hem uiteindelijk sloot.
Waarschijnlijk was toen Hiskia koning werd de tempel zo'n 10 jaar dicht. Daar hebben ze een paar planken voor gespijkerd. Daar komen we niet meer. En al zijn zonen, het geslacht van Juda, wat uiteindelijk zou moeten leiden tot de Messias, Jezus Christus. Al zijn zonen liet hij door het vuur gaan, maar eentje ontkwam er. Dus de Bijbel beschrijft niet hoe, maar dat was Hiskia. En toen zijn vader stierf, was hij 25 jaar oud. Even tussendoor, in opwekkingstijden gebruikt God niet alleen oudere mensen, maar heel vaak ook jonge mensen. Gods geest gaat rond over deze aarde, de ogen van de Heer trekken over heel de aarde, ook vanavond, om te zien van wie het hart volkomen naar hem uitgaat. Er staat zelfs om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen naar God uitgaat. En zo'n hart heeft God bij Hiskia gevonden. 25 jaar, een jonge vent. Ik geloof in deze tijd, in deze donkere tijd, in deze aagastijd, ik zal er zo nog meer over zeggen, is God ook vandaag op zoek naar mannen en vrouwen, jongens en meiden, ook vanavond, die bereid zijn, vanavond misschien wel, tegen de Heere te zeggen, hier ben ik. Of zoals Luther zei, hier sta ik. Ik kan niet anders. Ik wil me geven voor u, voor de eer van u, voor de verbreiding van uw naam, zodat de Heer Jezus meer en meer zichtbaar wordt. Zeg nooit, ook al ben je de oudste onder ons, of je bent de jongste hier vanavond, zeg nooit, God zoekt mij niet. Want ieder hart wat naar God uitgaat, is hem welgevallig. Het is geweldig, hè, dat God Hiskia een rapportcijfer geeft. Vers 2. 2 Kronieken 29 vers 2. Staat, hij deed wat juist was in de ogen van de Heer. Je zult maar 25 jaar zijn. Is er iemand hier 25? Ja, achterin. Maar er zijn meer twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers, het maakt niet uit. Als God over je leven zegt, hij of zij deed, doet wat juist was in de ogen van de Heer. Dat is geweldig. Hij wordt koning. 25 jaar oud. En als je vers 3 leest, dan zie je dat hij begint met hervormingen en dat in het eerste jaar van zijn regering. Eerste jaar. Dus daar begint hij direct mee. En als je vers 17 ernaast legt, daar staat, zij begonnen met het heiligen van de tempel op de eerste dag van de eerste maand. Dus koning Hiskia gaf die levieten en die priesters de opdracht om de tempel te heiligen in het eerste jaar, daarvan de eerste maand en daarvan de eerste dag. Dat is wonderlijk. Opwekking is altijd nu. Broeder, zuster, opwekking is altijd nu. Hiskia heeft dat beseft. De Heer vraagt het nu van me en ik moet er vandaag mee beginnen. Het kan geen uitstel leiden. Weet je wat interessant is? Waar Hiskia begint. Want opwekking is een werk van God, maar hij schakelt mensen in. Je ziet verderop in vers 10 zegt hij, het is in mijn hart om een verbond te sluiten. Dus eerder, toen zijn vader nog koning was, heeft God een voorbereidend werk in zijn hart gedaan. Maar uiteindelijk gaat hij, zodra hij op de troon zit, gaat hij zijn handen uit de mouwen steken. En hij begint, hè, op de eerste dag begint hij bij de tempel. En dat is heel interessant waar hij begint. Zijn eerste besluit als koning is om de tempel open te zetten. En de tempel was toen het hart van de verzoening, het hart van de aanbidding. Daar kwamen de mensen samen, God woonde daar. Wij leven in een nieuw verbond onder een veel heerlijke werkelijkheid. God woont in mensen. Dit is een prachtig gebouw, maar God woont niet in gebouwen.
God woont in mensen. God woont in u en in jou en in mij als wij gekomen zijn tot de overgave van de Heer Jezus. Maar hij begint bij de tempel. Daar waar aanbeden wordt. Daar begint Hizkia, beter gezegd, daar begint God. De tempel was ook de plaats waar de verzoening plaatsvond. Hè? Waar het lam geslacht werd. Tenminste, het geslacht had moeten worden. Dat gebeurde al jaren niet meer. De plaats waar aanbeden moest worden. Nou, ik zei net, de tempel nu is de christen. Maar je kunt in het Nieuwe Testament ook aanwijzingen vinden dat de tempel de gemeente is. God woont in de gemeente, in het huisgezin van God, in de Nieuwtestamentische gemeente. En dat Hizkia, ik hoop dat je dat volgt, dat hij begint bij de tempel, en niet bij omliggende gebouwen, maar hij begint bij de tempel, daar zit echt een hele belangrijke les. Daaruit kun je opmaken dat opwekking, reformatie, altijd begint bij het huis van God. Altijd begint bij het huis van God. Bij de gemeente. Bij de christenen. Bij een individu. Want de gemeente, dat zijn mensen. Kijk, we kunnen bidden om opwekking in de wereld. Maar wat zegt het woord? God wil door de gemeente, door de christenen de wereld bereiken. Dus begint God bij zijn eigen kinderen. Ooit een gemeentestichter uit India die heeft gezegd: als de stal van de 99 schapen geen veilig en een gezond heenkomen is, waarom zou je dan op zoek gaan naar dat 100ste schaap? Dan kan hij beter buiten blijven. Maar als het in de gemeente geestelijk gezien gezond en fris is, als de Heer Jezus centraal staat, als de verzoening centraal staat, als daar aanbeden wordt, want dat is de plaats, de tempel is ten diepste een plaats van aanbidding. De gemeente is ten diepste een huis van aanbidding, waar we de Heer Jezus kennen, waar we de Heer Jezus lief hebben, waar we hem gehoorzamen, waar we hem eren, waar we hem aanbidden en de eer van zijn naam brengen. We zijn niet bezig kerkje te spelen, dingen in stand te houden. We zijn bezig om de Heer Jezus, die ons gekocht heeft met zijn eigen bloed, om hem te verheerlijken. En ik hoop dat je daar nog enthousiast over bent. Dat dat in je hart is, ook vanavond. Want het moet gaan om de Heer Jezus. Opwekking begint altijd bij hem. En hij openbaart zich in zijn kinderen. Als hier in de gemeente, hier in Loperen Kapel, maar misschien kom je uit een andere gemeente. Ik kan dat niet aan de gezichten aflezen, maakt het niet zoveel uit. Als bij ons het frisse water van het leven met de Heer Jezus gevonden wordt. De blijdschap in hem. De sprankeling van het getuigen van hem. We moeten niet evangeliseren. Maar op het moment dat Gods geest ons aanzet, dan spreken we van hem. Schenk een herleving. Zing je dat wel eens? Bid je er wel eens om? Johan de Heer zingt: schenk een herleving en begin bij mij. Dat is mooi als dat je gebed is ook vanavond. Wat wel heel mooi is, Hizkia gaat het niet alleen doen. Hij betrekt anderen bij zijn voornemen. In vers 4 en 5 zie je dat hij levieten en priesters erbij roept. En dan geeft hij een hele belangrijke opdracht. Moet u eens kijken. Vers 5. Dan zegt hij iets heel belangrijks. Hij zegt: heilig nu uzelf en heilig dan het huis van de Heere. Ik pas het gelijk maar weer even toe. Wij zijn geneigd om te zeggen: het moet beginnen bij het huis van de Heere. Het moet beginnen in onze gemeente. En dat kan liggen aan de kerkraad, kan liggen aan de dominee, kan liggen aan die mensen bij ons in de gemeente, het kan liggen aan beleidsplannen. Maar Hizkia zegt tegen de levieten: heilig eerst jezelf. Kom eerst zelf in een reine verhouding, in een zuiver verhouding met de Heer. Zorg dat je kan zingen: ik wandel in het licht met Jezus. En dan gaan we ons bezighouden met het huis van de Heer. Hij stelt een eerlijke diagnose. Hij zegt, vers 6, onze vaderen zijn ontrouw geweest en we hebben gedaan wat slecht was in de ogen van de Heere.
We hebben de ogen van de tabernakel van de Heere afgewend. We hebben hem, de Heere, de rug toegekeerd. De deuren van de voorhal gesloten, de lampen gedoofd en het reukwerk niet in rook laten opgaan. En ook het brandoffer hebben ze niet gebracht. Het is aangrijpend dat hij zegt niet, God heeft zijn tempel dicht gedaan. Als we kijken naar de Nederlandse situatie. De kerk in Nederland. Ik geloof dat er wekelijks meerdere kerkgebouwen, oké, het zijn maar gebouwen, maar toch, gesloten worden. Er zijn duizenden mensen die hun lidmaatschap van de kerk opgeven. En je kunt zeggen, ja, wat geef je voor een lidmaatschap? Maar het zegt iets over een tendens in onze tijd. God heeft zijn hand van ons, pas op, niet te snel zeggen. Hiskia die stelt een hele eerlijke diagnose. Hij zegt, wij hebben de deur dicht gedaan. En wij hebben het reukwerk niet gebracht. En wij hebben het brandoffer niet gebracht. En wij hebben de lamp in de tabernakel en de tempel gedoofd. Als we vanavond, broeders en zusters, als we vanavond samen zijn om reformatie te herdenken, past het, het is echt gepast dat wij ons vanavond verootmoedigen. Denkt u dat ook? Denk jij dat ook? Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je daarover denkt. Ik kan dat hier wel van de preekstoel roepen, maar Heere God, ik ben ook een Nederlander. Vergeef ons, Heere, dat ons land zo ver bij u vandaan is. Vergeef ons, Heere, dat abortus bij wet geregeld is. Vergeef ons, Heere, dat euthanasie aangevraagd kan worden en legaal kan worden toegepast. Vergeef ons dat uw naam, Heere Jezus, bij veel meer mensen een vloek is dan een naam waarin we onze liefde voor hem duidelijk maken. Heere, vergeef ons dat wij als kerk, als gemeente, zo vaak een verkeerd beeld gegeven hebben van wat christen zijn werkelijk inhoudt. De lamp was uit. Wat is in de Bijbel een lamp? Als we denken aan Psalm 119. Dat is het woord. In hoeveel christenen of onder hoeveel christenen is het woord van zijn autoriteit beroofd? Of beter gezegd, in hoeveel levens, ook van ons, interpreteren we het woord zo graag op onze manier? Laten we het zwaard van het woord, die scherpe punt, in ons leven nog toe? Of gebruiken wij de Bijbel voor onze eigen doeleinden? Durven we nog 's morgens, als we onze stille tijd houden, te zeggen als we de Bijbel openen, Heere God, zegt u het maar. Mijn leven ligt voor u open. Ik wil me voegen onder uw woord, onder het operatiemes van uw woord. U mag het zeggen. Ook al doet het zeer, ik wil eronder buigen. Ook al kom ik alleen te staan in mijn familie, ik wil eronder buigen. De lamp. Wat is het reukwerk? Hiskia zegt, het reukwerk is niet gebracht. Wat zijn in het Oude Testament de reukwerken? Hoe worden die wel vertaald? Weet iemand dat? Aanbidding. Is de aanbidding. Psalm 141, hè? Mijn been met opgeheven handen. Als reukwerk voor uw aangezicht. Heb ik. Heeft u, heb jij, hebben wij de Heer Jezus de eer gebracht, de aanbidding gebracht, die hij als gestorven en opgestane heiland verdient? Waarom is het dan zo donker in Nederland?
Waarom is er zo weinig kracht in de kerk? Waarom is ons getuigenis zo tot een aanfluiting geworden? Nee, Heere God, u kunnen we de schuld niet geven. Misschien is het wel omdat we u zo weinig de eer van uw naam gebracht hebben. Omdat we ons zo weinig in u verheugd hebben. Het brandoffer. Brandoffer heeft veel betekenissen, maar ik wil één betekenis vanavond noemen. Een brandoffer werd helemaal verteerd. Dat is het beeld van algehele overgave. Een toewijding. Hoeveel christenen? En laten we het kort bij onszelf houden. Want de reformatie begint hier. Hoeveel christenen kennen nog die algehele overgave aan hem? Mijn tijd, mijn plannen, mijn geld, mijn gaven. De korte tijd die ik hier op aarde ben. Heere God, die is voor u. Of is het onder ons gewoon geworden? Dat we iets voor de Heer geven. Ik ga naar de samenkomst. Ik bezoek een club. Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ik geef het mijne. En dat we daarnaast ons eigenlijk voor onszelf leven. Voor ons eigen plezier. De ontwikkeling van onze eigen gaven. Onze eigen bankrekening. Onze eigen vakanties. Onze eigen Audi's. Of beschaafder. Het geluk van onze kinderen. De gezondheid van mijn kleinkinderen. Dat we zoeken naar een goed en een verzadigd leven hier op aarde. Is daar iets op tegen? Laten we het daar niet over hebben. Maar het zegt wel wat over hoeveel we in de Heer Jezus zien. En hoeveel we in Hem zien. Want hoe meer we, weet je dat wees? Hoe meer we in Hem zien, in Zijn overgave, in Zijn kruisdood voor ons, hoe meer we onszelf uitleveren aan Hem. En voor Hem ter beschikking stellen. Weinig overgave aan de Heer Jezus. Als het allemaal snel te veel is in je leven. Als het te snel te veel is in je leven. Als het te snel te fanatiek is. Te snel te extreem. Het is waarschijnlijk laat ik het bij mezelf houden. Het komt hierdoor dat ik heel weinig van Hem heb gezien. Want veel zien van Hem, de Heer Jezus in de ogen zien als hij sterft aan het kruis en zijn leven geeft. Vader, vergeef het hun, roept hij. En als hij opstaat en aan zijn discipelen verschijnt en hij zegt, hier ben ik. En als je de Heer Jezus hoort bidden in het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17, dat hij zegt, Vader, heilig hen in uw waarheid. Ik bid voor hen. Niet dat u ze uit de wereld wegneemt, maar dat u ze beschermt. Vader, ik wil dat zij die u mij gegeven hebt, dat ze straks bij mij zijn, opdat ze mijn heerlijkheid zien. Ik wil mijn heerlijkheid aan mijn kinderen, aan mijn gemeente openbaren. Ik wil wandelen tussen de kandelaren, Openbaring 2 en 3. Ik wil intimiteit met mijn bruid hebben. Ik wil mijn bruid aan mijn hart drukken. Ik wil mijzelf aan hem openbaren. Ik wil hem verzadigen met geestelijke zegeningen. Maar hoeveel kan hij ons kwijt? Waar zijn onze harten nu echt vol van? Mag ik vragen? U mag het echt ook aan mij vragen. Maar is uw hart brandende voor de Heer Jezus? Hizkia zegt, wij zijn, dat zijn woorden, wij zijn een aanfluiting geworden, zegt hij. Als Assyrië, als Babel, als Egypte naar ons kijkt, dan zeggen ze, dat is het volk van God. Dat is het volk van God. Is dat het volk wat Egypte bevrijd is, wat dan de God van Israël heeft? Dat? Die tempel is dicht. Ze hebben nog meer afgoden dan wij.
Ons getuigenis is weg, zegt Hizkia. We zijn druk met de verkeerde dingen. Nou, zo kan het ook in de gemeente zijn. We zijn druk met onze eigen thema's. Theologische conflicten. We maken soms ruzie met elkaar. We kunnen in de kerk soms elkaar amper verdragen. Laat staan dat we de derde, de vierde uitnodigen. Heer God, vergeef ons. We zijn een aanfluiting geworden. Maar, en dat is onze hoop. Hoewel we dat vanavond, misschien, ik weet niet hoe dat in jouw hart leeft, maar misschien moeten we dat gewoon bij de Heer vertellen. Bij de Heer belijden. Zeg, Heer, we hebben onze kracht verloren. We zijn ons getuigenis kwijt. En we willen dat voor u erkennen. Want er komt natuurlijk een vervolg, hè. Dat voel je aankomen. God gaat in die tijd, in die donkere tijd, gaat hij een man oprichten. Je zou zeggen, Luther, dat klopt, dat was later. Hier was het Hizkia. Maar vandaag wil God dat ook nog doen. Maar ik denk dat de eerste stap is dat wij ons verootmoedigen. Dat we zeggen, Heer, inderdaad. We geloven dat u nog een groot werk wil doen. Maar wij willen tegen u zeggen, Heer, we zijn een aanfluiting geworden. En ik stel voor dat we een moment stil worden. Voordat ik nog wat deel over het vervolg. En dat we een moment van gebed nemen. En dan niet over de tijd van Hizkia. Dat is vanavond een voorbeeld. Maar dat we onze hoofden buigen. En dat we zeggen, Heere God. Wij als Nederlandse christenen in deze tijd. Wij willen onze hoofden voor u buigen. Zullen we stil worden? Een moment. Heere God. Wij komen voor u om eerlijk te erkennen dat wij als christenen ook in deze eeuw zo vaak niet geweest zijn wie u wilde dat we waren. Dat we meer gericht waren op onszelf of de dingen van de wereld dan op u. En dat we als kerk zo ons getuigenis verloren zijn. Nee, Heer, u bent altijd trouw geweest. U bent altijd goed geweest. Maar vergeef ons, Heer. Vergeef ons verdeeldheid. Vergeef ons trots. Vergeef ons starre orthodoxie. Reinig ons in het bloed van de Heer Jezus. Alsjeblieft, Heer. En vul ons met uw Heilige Geest. Zodat uw kinderen, ook hier in deze streek, ook wij, ook ik, dat wij frisse getuigen van u, Heer Jezus, zullen zijn. En van uw genade. Om Jezus wil. Amen. Want God heeft iets in het hart van één man gewerkt, bij Hizkia. Hij zegt in vers 10, het is in mijn hart om met de Heere een verbond te sluiten. En dan roept hij de levieten en dan zegt hij in vers 11, wees nu niet nalatig. De Heere heeft jullie uitgekozen, hij wil jullie gebruiken. Zo is het, hè? Eén brandend hart van Hizkia steekt andere brandende harten aan. Herken je dat? Geestelijk opzicht. Dat je aangestoken wordt als je een broeder of een zuster ontmoet die vol is van de Heer. Dat doet iets met je. Dat doet iets met mij. Nou, dat gebeurt hier ook, hè? En hij zegt tegen die mannen, nu is het moment. Nu is het moment om het huis van de Heer te heiligen. Nu. Wees nu niet nalatig. Dat kan je, ik geloof dat God er soms op aanstuurt in ons leven. Dat we beseffen, het is nu of het is nooit.
Nou, en als je verder leest, dan gaan ze zich heiligen. Ze maken zich schoon. Ze moesten misschien nog dingen in hun leven opruimen. Misschien moest er één naar huis en moest de zonde aan zijn vrouw belijden. Bij wijze van. En derde moest misschien, of een volgende moest misschien, als die onzuiver met geld geweest was, moest de buurman 10 euro teruggeven. Opwekking gaat altijd gepaard met concrete zondebelijdenis. Niet vaag, maar concreet. We gaan niet in onszelf graven. Heer, zit er nog meer, zit er nog meer? Nee, de Heilige Geest laat ons soms 1, 2 dingen zien. Kan vanavond ook zo zijn. Dat hij de vinger legt op 1, 2 dingen in je leven waarvan je zegt, daarvan weet ik, die moet ik opruimen. Die moet ik wegbrengen. Heilig eerst jezelf. En dat doen die levieten. Ze zijn gehoorzaam. Heilig nu. Wees nu niet nalaten. Dat was het moment. En ze komen terug en dan gaan ze naar die tempel. Die deur gaat open. Ze, moet je je voorstellen, ze komen naar binnen. Wat zouden ze daar aangetroffen hebben? In die tempel. Het is een ruïne geweest. Agas heeft er een ruïne van gemaakt. Het zijn afgodsbeelden. Allerlei onreinheid. En als je het goed meegelezen hebt, net zie je dat ze 16 dagen bezig zijn om het van de voorhof tot aan het heilige der heiligen helemaal schoon te maken. 16 dagen, meer dan 2 weken. Wat een karwei. Brengen ze al die onreinheid uit de tempel, uit de kerk naar buiten. En ze doen 2 dingen. Dat is heel interessant. Ik zeg dat even snel. Wat er niet in hoort, wat niet in de tempel hoorde, dat brengen ze naar Kidron, naar de vuilstortplaats. En wat er wel in hoorde in de tempel, maar wat ontheiligd was door Agas, dat werd opnieuw aan de Heere toegewijd. En dat is heel leerzaam. Want wat niet in de gemeente hoort, ook vandaag, wat niet in de christelijke gemeente hoort, dat moet eruit. Ruzie en verdeeldheid en jaloezie en wereldgelijkvormigheid, dat moet niet geheiligd worden, dat moet er gewoon uit. Daar hoeven we niet over te onderhandelen. Maar wat er wel in hoort, maar wat verbasterd is, of wat versluierd is, of wat vervormd is door traditie, dat is opwekking, hè? Dat is reformatie. Denk aan Luther, dat wordt opnieuw leven ingeblazen. Daar gaan mensen de waarde weer van zien en het wordt op een bijbelse manier toegepast. Als je het verhaal in 2 Koningen leest, dan zie je dat Hiskia op een gegeven moment ervoor gekozen heeft om de koperen slang, die Mozes gemaakt had in de woestijn, die Israël bewaarde tot op dat moment, dat Hiskia die slang genomen heeft en dat hij die vermorzeld heeft. Nou, dat moet je durven. Iets wat een antiek voorwerp in de kerk is. Hiskia zegt, het is een geweldige slang. En God heeft er geweldig door gewerkt, maar het is nu een afgoderij. Het is afgoderij geworden. We stellen ons vertrouwen op die slang, terwijl we vergeten op God te vertrouwen. Zo kan het in de kerk ook zijn. Dat we op verworvenheden van het verleden, kan zelfs de reformatie zijn. Zeg ja, toen. Dat moeten we koesteren. Maar God wil dat we op hem vertrouwen. En dat we hem zien. Dan is de tempel schoon. Het begint bij schoonmaak. Het is opwekking in je leven als je vanavond komt tot concrete zondebelijdenis. Als je vanavond je man of je vrouw of je broer of je zus in de ogen ziet. Dat je zegt, ik wil iets belijden aan je. Dat is opwekking. En dan komen ze terug bij Hiskia. Ze zeggen, de tempel is schoon. Hij is gereinigd. En Hiskia staat er vroeg voor op. Vers 20. Ze gaan naar het tempelplein. En de leiders gaan mee. En dan worden daar na jaren, moet je je voorstellen, na jaren, de eerste offers weer gebracht. Die onreinheden die ze zojuist hebben beleden, die worden daar onder het bloed van dieren gebracht. Wij brengen het vanavond niet onder het bloed van een lam, of onder het bloed van een geit of van een ram, maar onder het bloed van Christus. Moet dat een heilig moment geweest zijn op dat tempelplein, denk je niet? Heer, wij belijden u onze zonde. Ik denk dat er een grote stilte gevallen is. Het eerste offer, het eerste bloed wat daar drupt.
En dan komen die offers naar voren en die priesters die leggen daar de hand op de kop van het offerdier. Vers 23. Daar zien wij natuurlijk het evangelie in. Als we vanavond onze zonde belijden en we leggen onze hand op het offerlam, de Heer Jezus. Twee handen, hè? Twee handen. En dan vindt er een transfer plaats. Weet je wat die transfer is? Met mijn ene hand gaat mijn zonde over op het onschuldige, op Jezus. Sterker nog, wij kunnen zeggen, hij heeft het al op zich genomen, 2000 jaar geleden. En die andere hand, die ligt ook op de kop van het dier, ligt ook op de Heer Jezus. En door die andere hand gaat zijn onschuld naar mij. We ruilen. Dat is het geweldige aan het evangelie. Dat is het geweldige aan de ontdekking van Luther. Niet door goede daden, niet door werken, maar slechts door het geloof in de Heer Jezus verander ik totaal van positie. Van verloren zondaar word ik een vrijgesproken, gerechtvaardigd, geheiligd, zondeloos kind van God in de ogen van God. De kern van opwekking is dat Jezus weer centraal komt. Dat we daar met elkaar rondom het lam staan, met onze handen op de Heer Jezus, ook vanavond onze handen op het lam, en dat we zeggen, Heer Jezus, door u zijn we vrijgesproken. In u zien we het leven. U bent onze verzadiging. Niet alleen onze verzoening, maar u bent ook onze vreugde. Want we hebben niet alleen de rechtvaardiging in hem ontvangen, maar we ontvangen in hem ook de heiliging. We ontvangen in hem het eeuwige leven. Zijn heilige geest is in ons komen wonen. En we staan vol verwondering rond hem. En we zien in de Heer Jezus alles wat we voor dit leven nodig hebben. Opwekking is niet dat je een beter kerkmens of een betere christen of meer bijbelkennis krijgt. Dat zijn allemaal symptomen. Opwekking is dat Jezus groter voor je wordt. En dat je meer in hem gaat zien, meer over hem gaat spreken, meer van hem gaat zingen, meer voor hem gaat leven, meer aan hem gaat geven. Dat is opwekking. Eigenlijk zo eenvoudig, hè? Nou, dat gebeurt daar toen. En dan uiteindelijk, als dat schuldoffer gebracht is, zou je veel meer over kunnen zeggen, zegt Hiskia, nu gaan we brandoffers brengen. Want dat gebeurt, hè? Staande rondom dat offerlam, zegt hij, we gaan een brandoffer brengen. Wij gaan onszelf opnieuw helemaal toewijden aan hem. Mooi. Kan dat nu nog 500 jaar na dato? 2000 jaar na dato, als je het vergelijkt met de Pinksterdag. En wat gebeurt er dan? Als wij onze zonde belijden, verootmoedigen. Dat. Als we opruiming houden in ons leven. En vervolgens, als wij de verzoening met de Heer Jezus ervaren. Voor het eerst of opnieuw. Ook als je hier vanavond zit en je zegt, ik heb geen zekerheid van behoud. Ik weet niet of ik met de Heer Jezus daadwerkelijk geruild heb. Ik weet niet of als ik vanavond voor zijn troon verschijn, of het goed is tussen jou en mij, dan wil ik je vanavond uitnodigen. Leg je hand in geloof op de Heer Jezus en je zult behouden zijn. Het is echt het meest geweldige nieuws wat je mens maar kan vertellen. Verootmoediging, verzoening. Maar wat is dat derde? Dan komen we bij overgave, dat brandoffer. En als vierde, die aanbidding. Want, zegt hij, hij roept die muzikanten, die levieten, die zegt, jullie moeten ook meekomen. Want als dan de verzoening plaatsvindt, en als we ons dan opnieuw aan de Heer Jezus overgeven, dan gaan we hem ook loven en prijzen. Kom naar voren en zing de liederen van David en van Gad. En die mannen die gaan daar gereed staan. En die nemen hun cymbalen en hun harpen en hun luiten mee. En ze prijzen. Ze zingen niet een lekker liedje. Maar ze prijzen de God van Israël. Juist toen het brandoffer geofferd werd, vers 28, toen begon het lied. Toen we ons volledig aan de Heere gaven, toen begonnen we ook te aanbidden. Dat is zo. Weet je wanneer aanbidding het diepste is? Aanbidding het diepste is op het moment dat we onze zonden beleden hebben, verzoening ontvangen hebben, ons helemaal aan hem geven, ons opnieuw aan hem toevertrouwen, dan is onze aanbidding het diepst. Ik hoop dat je dat kent. Dat je zegt, die lieder die heb ik vanuit de bodem van mijn hart gezongen.
Want dat was niet iets van op de lippen, dat kwam hier vandaan. Dat is het geweldige aan aanbidding. En dat zijn offers die God welgevallig zijn. Trouwens, in opwekkingstijden ontstaan altijd de mooiste liederen. Altijd. En zij prezen hem met blijdschap en ze knielden en ze bogen zich neer. Dat staat er drie keer, vers 28, 29 en 30, dat ze gaan buigen. Hoe dieper je buigt, hoe intenser je juicht. Hoe meer vreugde er is. Moet dat echt op de knieën? Nou, dat moet helemaal niks. Maar op het moment dat je veel vreugde voor hem ervaart in je hart, dan ga je door de knieën. Ik wil nog twee dingen zeggen. Het eerste is dit. Weet je wat opvallend is in dit verhaal? Dat de leiders voorop gaan. Eerst gaat het over Hizkia en de leiders. En dan verderop staat er, en heel de gemeente boog zich neer. Daar zie ik iets heel moois. De leiders geven het goede voorbeeld. Die buigen zich. Die erkennen, ook wij hebben gezondigd. Ook wij hebben verzoening nodig. Ook wij geloven dat de Heer Jezus voor ons gestorven is. Ook wij willen ons opnieuw aan hem toewijden. En dan volgt heel de gemeente. De leiders en het volk. De dominee en de ouderlingen eerst en dan de gemeente. De vaders en de moeders eerst en dan de kinderen. We geven ons opnieuw aan u. Want Heer Jezus, u gaf zich helemaal voor ons. Helemaal. Want toen hij aan het kruis voor ons stierf, toen wist hij dit. Hij wist wat voor maaksel wij waren. Maar hij heeft tegen zijn vader gezegd, vul die beker, die gifbeker tot aan de rand. Van de zonde van mijn kinderen. Van alle tijden en plaatsen. Tot iedere zonde, tot in het detail. Vader, hier ben ik. Om uw wil te doen. Zodat God niets meer tegen u, tegen jou en tegen mij heeft. Want God was in Christus ons, de wereld, met zichzelf verzoenen. Dank u wel, Heer Jezus. Het is goed tussen God en mij. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God. De laatste wat ik wil zeggen. Er is iets aparts in dit verhaal. Dat is vers 31. Daar sluit ik mee af. Als het collectieve deel erop zit, die offers zijn gebracht, dan ineens gaat Hizkia staan, die koning. Moet je even meelezen, 31. Hizkia nam daarop het woord. En hij zei, nu bent u aan de Heere gewijd. Kom naar voren en breng slachtoffers en lofoffers naar het huis van de Heere. En toen bracht de gemeente slachtoffers en lofoffers en ieder die gewillig van hart was, bracht brandoffers. Hij zegt, nu het collectieve erop zit, volgt er nog een persoonlijk moment. Als je gewillig van hart bent, zegt hij. Als je gewillig van hart bent. Op dat tempelplein. Hij zegt, dan mag je naar voren komen. En dan mag je nog aanvullende slachtoffers en lofoffers brengen. Persoonlijke offers. Dan mag je nog iets persoonlijks tegen hem zeggen. Hij zegt, je mag nog even blijven zitten. We gaan nog niet naar huis. Als je wilt, mag je de Heer nog iets vertellen. Hem hulde brengen. Hem eer brengen. Een liefde die er op je hart voor hem is. Of een nieuw inzicht wat hij je gegeven heeft. Dat mag je onder woorden brengen. En mag je in aanbidding bij hem terugbrengen. Wie? Als je gewillig van hart bent. Als je gewillig van hart bent. Het is een hartenzaak. Nog een persoonlijk moment. Ik denk dat de hemel, dat God daar zoveel vreugde in vindt. Dat wij hem niet alleen de offers brengen die hem verschuldigd zijn. Maar dat we zeggen, Heer, ik breng u ook datgene gewoon omdat ik u lief heb.
Als je vader of moeder bent en je hebt een kind wat eens naar je toe komt en zegt: pap of mam, kan ik iets voor je doen? Kan ik u helpen? Dan ben je als vader bijna geneigd om te zeggen van: zit daar wat achter? Nee, maar als dat kind, je kijkt het tegen en zegt: nee, pap of, papa, mama, ik vind u lief. Ik houd van u. En daarom, hoe zou dat bij onze hemelse vader zijn? Hem vrijwillig. Vrijwillig. Onze eer, of zijn eer, onze vreugde hem brengen. Hem vrijwillig iets geven, iets van je tijd. Iets van je overvloed. Heer, ik wil die persoon in mijn straat. U legt het op mijn hart. Die wil ik helpen. Dat doe ik omdat ik u lief heb. Hey, als er veel vreugde in je hart is, dan is het niet snel te veel hoor. Want we zien hem. Wat doet dit opwekkingsverslag met jou, met u? Laat het eens op je inwerken. Word stil voor God. Wat wil de Heer jou duidelijk maken? Roept het iets in je wakker? Heere God, ik verlang u dieper te kennen. Misschien zeg je: ik ben door de jaren heen iets kwijtgeraakt. Zoals de Heer tegen Efeze zei: jullie hebben jullie eerste liefde verlaten. Heere God, ik wil vanavond terugkomen bij u. Ik wil weer iets kennen van die intense vreugde in u. Mijn zicht op de Heer Jezus is, als ik eerlijk ben vanavond, als ik eerlijk ben, mijn zicht op de Heer Jezus is verduisterd geraakt. Laatst sprak ik een broeder die zei, Leander, zei hij, als ik eerlijk ben, ik ben door de jaren heen iets kwijtgeraakt. Iets van mijn eerste liefde voor hem. Ik was druk met van alles en nog wat. Misschien wel voor de kerk. Maar het zicht op hem was ik kwijt. De kracht in mijn leven ontbrak. Vanavond, op deze bijzondere dag, doet God ons een uitnodiging. En zegt hij: kom. Ik lees tot slot een Bijbeltekst voor. En daarna stel ik voor dat we samen bidden. Wanneer mijn volk, zegt God, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, zegt God. Want God doet wat hij zegt. Ik zal hun zonde vergeven. En ik zal hun land genezen. En die tekst eindigt met een soort van uitnodiging. Nu zullen mijn ogen open zijn, zegt de Heer, en mijn oren opmerkzaam op het gebed van deze plaats. Laten we samen stil worden en samen bidden. God, u roept ons vanavond tot uzelf. Hier zijn we, Heere. Zie ons voor u staan. In onszelf zondig en onrein. O Jezus, raak ons aan. Raak mij aan. Van u willen we zijn. Jezus, op uw woord vestigen wij onze hoop. U leeft, u bent opgestaan en u verhoort onze bede tot u.
Reinig ons, Heer Jezus. Maak ons schoon. Vul ons met uw Heilige Geest. Geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw naam belijden. Ieder zal uw naam erkennen. Heer, dat er vanuit ons leven, anderen worden aangeraakt, zoals bij Hiskia het geval was. En de naam van de Heer Jezus, ook in ons land, Heer, in deze eindtijd, vlak voordat u terugkomt, Heer Jezus, dat uw naam verheerlijkt wordt. O Heer, dat we mogen zien dat nieuwe mensen komen tot de kennis van de Heer Jezus. Dat mensen worden gered. Dat verslaafden worden vrijgemaakt. Dat geestelijk blinde mensen open ogen krijgen. En dat geestelijk dove mensen open oren krijgen. En dat wij het horen, Heer, om ons heen. Maar ook in ons eigen leven. Dat u nog altijd de levende Heer Jezus Christus bent. Heer, we weten dat u spoedig komt. En we smeken u vanavond, ook met elkaar, als broeders en zusters. Geef ons, Heer, vlak voordat u terugkomt, nog één keer die grote verkwikking. Jongeren en ouderen, kinderen en volwassenen, die de Heer Jezus als hun bron kennen. En die in het dagelijks leven de Heer Jezus openbaren. Dank u wel voor uw woord, ook vanavond. Dank u wel dat we u kunnen vertrouwen. En dat u altijd doet wat u zegt. In Jezus' naam. Amen.